Ja, we woonden langs de kerk. Er stond er nog geen gebouw of niks. Hè. Dat was allemaal wei. En natuurlijk, een goeie... En een café. En dat was toen een aannemer die eerst, dat was een van Scherpneuvel. Het gaat over de bouw van mijn kathedraal in Bergemijn. Dat gaat toen, over. Toen ging dat, ja, over die, over die kerk. Ja? Was dat in de jaren 41? Ja. 39. 39, 40, rond de jaren, 39 is de bouw begonnen. Ja, ja. Toen hadden we ook goede zaken mee in een café. Zo, nou ja, die aannemer, dat werkvolk allemaal. En direct, Irene Maas heeft er nog direct een lief in gevonden. Hè? En de voorplan, die heeft er nog een zoon van. Dat weet ik nog allemaal, ja. Ja, ja. Want zelfs als het dan zo ver was dat die een bouw... Terwijl zonder kruis, dan moest de kerktoren opgetrokken worden en dat stond op zo'n bol. Die bol hadden ze thuis nog vol bier gekapt. Hè. In een café? In een café, natuurlijk, ja, ja, dat zeker. En hebben ze die onder de tap jong mannen dan gekend, dat, hè, dat was alle dagen, dat werkvolk in die tijd. Hielden ze die bol onder de tapkraan? Dat zeker. En met flesjes, hè, dat vol bier. Tuurlijk niet rij willen uitsteken, je kent dat toch. Hè. Dat is wel meer varten uitgestoken dan zoiets. Dat en dat moest eerst leeg gedronken worden, voor leer dat we het niet terugkregen. Ja, ja. En dan werd die bol met het kruis naar boven. Ja, ja, natuurlijk is die een bol, ja, natuurlijk. Dat is dan omhoog moeten gaan. Ah, zo. Dat is een anekdote dat we mee hebben in een tijd van de opbouw van de kerk. Hè. Ah, de inwijding van de bol. Ja, ja. Inwijding van, ja, de afwerking van het gebouw. Je hebt gezien dat er was niks, er was alleen maar gras. Ja, oh ja, we woonden er langs. Nu staan die huizen daarvan. Ja, nu staan er allemaal huizen. Dat is nu zo, maar toen was er één. Drie huizen. Jeffke de Bakker en Gillen, hè. En wij, ja, ja. Dan had hij de apotheker er nog tussen gekomen, hè. Ja, ja. Maar we woonden langs de... Ik heb misschien nog wel foto's van dat allemaal... Wij woonden langs de Koolmijnlaan dan? Ja, langs de Koolmijnlaan, ja. En tussen de kerk dat, en de mijn stond er niks anders. Ons huizencafé en de kerk was er niks anders, nee. Dat was hier een wei, hè. Liepen er koeien in, hè? Nee, koeien liepen er niet in langs de grote baan. Nee, dat was... Het was braakliggend, hoe moet het zeggen, ja. Braakliggend terrein, ja. En toen zijn ze begonnen. De nadenker heeft eerst het allemaal moeten gelijk maken, of dat was gelijk. Ja, maar je hebt allemaal palen in de grond geheid, zeker, hè? Heb je dat gezien? Dat kan ik niet zeggen, nee, dat heb ik niet gezien, nee. Ah, nee. Ja, nee. Dat is nog wel wat jonker. Ja, ja. Maar dat weet ik nog allemaal, dat werkvolk al de thuis zat, hè. Dat is toen ook nog allemaal anders dan nu. Ja, ja. Werkvolk, dat zat wel thuis, en boterhammen opeten en een pint te drinken, hè. Ja, ja, ja. Toen was er nog niet veel anders, hè. Was geen televisie of vervoer of weet ik allemaal. Het werkvolk, dat ging toch elke dag naar huis, nee? Ja, ja, dus s'nachts naar huis natuurlijk, hè. Ja, dat was een aannemer van Scherpneuvel, die eerste. Ja, ze is het een berik, hè. Irene het er nog niet wel. Goed, zwart, we hebben een heel verhaal. Ja, die braakliggende wei, zal ik zeggen. Die diende zondag voor plaats voor Velo's. De voetbalplein was het op. En als het dan voetbal was, in die tijd allemaal met de fiets. En daar stonden er soms 100, 200 fietsen. Hè. Die stonden allemaal fijn opgesteld door een lint tussen en dat bleef er allemaal staan. En er stond er dan een, dat was een zeker fonds, een van het kamp. En die stond op plaats voor velo's. En hoeveel was dat in die tijd? Een kwartje of een frank, ik weet het, de prijs niet, maar er waren niet veel voor als voetbal was. Hè. En dat verdienden die wij het toen. Hè. Ah, zo. Ja. En daarna? Ja, ja. Toen de kerk gebouwd was, ja, nadien zijn er dan gebouwen bijgezet geweest en al. Hè. En toen werden de straten, hè? De straten werden toen gebruikt om dotters te zetten. Ja. Er waren geen dotters? Ja, nadien wel, hè, die jaren 50 wel. Hè. Stond het staamvol, stonden ze tot hier. Maar welke tijd is dat? Maar je spreekt van de jaren 50. Maar God, dus 10 jaar was. Van 53. Oh ja, toen. Oh, 53, zie dus. Ja, ja, dat nee, is lang ja, nadien geweest, hè. Ik loop ik van de oorlogsjaren, hè. Ja, ja. Ja, moesten ze moesten vinden voor de ploegen weg te doen. Ja, ja, ik loop van de oorlogsjaren. In die tijd speelde Beringen met in Ierenafdeling, hè. Wie vertelde Hitler, dat ze nog wisten dat de ploeg met een camion van een put weggedaan hebben. Dingen, Irene. De vrouw van Werkhuivers, die heeft dat verteld, hier.
Ja, in die tijd speelden ze in hier afdeling, zat ook met fermploegen. Nadat dat toegebouwd was, stond de Welle met de schouten. Standplaats voor Velo's, juist voor de put, het goede plein voor de put. En dat ziet het, ja. En daar stond de gendarme, dan mochten met de vullen niet deur. Dan dat koortje met de gendarme. En die moesten allemaal in de fiets gaan zitten. Die van Maria, hè? En wij wel incasseerden, hè? Meegenomen. We moesten de helft afgeven aan een voetbaltje. Want de inkomsten dan, hè? Moesten de helft afgeven aan een voetbal. Maar dat was hier van, dat stond die toch van Maria. Ik zie er nog altijd smalle dingen.